bevinden hier ons naast het spoor tussen Leiden en Haarlem. Even ten zuiden van Hillegom in de buurt van de Keukenhof. We zijn hier omdat hier op deze locatie zich een goed voorbeeld van een anti-zwanenvoorziening bevindt. Zoals hierachter. We zien hier dat een sloot het spoor kruist. En deze sloten die worden door zwanen als een soort opstijg- en landingsbaan gebruikt. En het probleem is dan dat ze eigenlijk tegen de bovenleiding aankomen. De zwanenvoorziening bestaat uit een aantal aluminiumpalen die op het kunstwerk bevestigd zijn. En tussen die palen bevinden zich spanbanden. De zwaan zet daardoor zijn vlucht eerder in, waardoor hij over de bovenleiding heen vliegt in plaats van er tegenaan of er onderdoor. De voorziening is niet zozeer bedoeld om te voorkomen dat zwanen tegen treinen aanvliegen. Maar meer om te voorkomen dat ze in de bovenleidingen terechtkomen of geraakt worden. Waardoor ze dan vallen op het spoor, verwond raken, doodgaan en alsnog een trein er tegenaan rijdt.